Gods voorzienigheid is een allesomvattend onderwerp. Het gaat immers om de relatie tussen God, onze Schepper, en de wereld. De hele wereld, de kosmos, die door Hem gemaakt is in het begin. Maar God heeft gelukkig de schepping en ons mensen niet losgelaten. Hij onderhoudt en regeert alle dingen. Hij bestuurt de wereldgeschiedenis. Hij staat erboven met zijn alles overkoepelende raad. Het woord voorzienigheid kun je op twee manieren uitleggen. Het gaat om het van tevoren zien en dan gaat het dus om Gods kennis. Hij weet van ons af. Hij weet alle dingen. Hij weet ze ook van tevoren. Hij voorziet de hele wereldgeschiedenis. Maar Gods voorzienigheid is niet alleen passief. Want dan zou God er ook niks aan kunnen doen. En dan zou alles vastliggen omdat hij het al van tevoren weet. Ja, dan moet het wel vastliggen, maar dan heeft hij er geen invloed op. Voorzien kun je, ook in het Nederlands, heel mooi uitleggen als ergens in voorzien, ergens voor zorgen. Dat aspect is in de Bijbel ook heel belangrijk. En dan denken we natuurlijk meteen aan de geschiedenis van Abraham met zijn zoon Isaac. Je ziet ze samen gaan. De berg op. Moria. En dan dat tweegesprek in die korte zinnetjes. Als Isaac vraagt: Vader, we hebben hout en vuur en een mes, maar waar is het lam? En dat Abraham dan door het geloof antwoordt, God zal zelf in een lam voorzien, mijn zoon. En daarom heet die berg ook de berg Moria. God zal er zelf in voorzien. Als we theologisch nadenken over die voorzienigheid van God, dan kunnen we daar drie aspecten in onderscheiden. In de eerste plaats zijn onderhouding. God houdt zijn hand eronder. Als God het niet zou doen en zich zou terugtrekken, dan zou alles bevriezen. Uit elkaar vallen. God houdt ook zijn hand onder ons leven. Hij onderhoudt ons. Daarnaast is er ook een aspect van regering. Dat verbinden we vaak met stuurmanskunst. Dat is tenminste het Latijnse woord voor regering. Als een schipper stuurt de schepper de wereldgeschiedenis naar de veilige haven. We weten niet wat ons allemaal nog te wachten staat. Maar als we in de Heer Jezus mogen geloven en in hem geborgen mogen zijn, dan weten we wel hoe het afloopt. Uw koninkrijk komen. Hij heeft ons geen kalme reis beloofd. En soms kan het geweldig stormen, maar wel een behouden aankomst. Gods regering. Dat doortrekt ook het Oude Testament. De Heere regeert. En dat is in vervulling gegaan met de komst van Christus. Het Koninkrijk van God. Nou, dat is geen geografisch gebied natuurlijk, maar dat is het koningschap. De koninklijke regering, de koninklijke heerschappij van de kroonprins van het Koninkrijk der Hemelen, de Heer Jezus Christus. Johannes heeft dat gezien op Patmos, toen de engel tegen hem zei: De leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen. En dan zegt Johannes: Ik zag en ziet een lam. Een lam, staande als geslacht. In het midden van de troon. Het lam regeert. Christus regeert niet in de gestalte van een leeuw. Maar van een lam. Gods voorzienigheid is dus niet iets heel abstracts. Zoals sommige mensen spreken over de voorzienigheid als een soort noodlot. Zelfs Hitler had het daarover: over de voorzienigheid. Nee, we doen het beter aan. Om te spreken over Gods voorzienigheid, Gods vaderlijke zorg en regering. Het derde aspect ligt er eigenlijk een beetje tussenin, tussen die onderhouding en die regering. En dat noemen we Gods medewerking. Niet dat we samenwerken met God als een soort collega's, dat natuurlijk niet. Maar medewerking. Is letterlijk in het Latijnse begrip, tenminste dat we daarvoor gebruiken, concursus. Je hoort het al, concurrent. Maar we zijn ook Gods concurrent niet. Letterlijk betekent dat meelopen. En dat is misschien wel het lastigste aspect van Gods voorzienigheid. Lastig voor ons om te begrijpen hoe zijn regering, die over alle dingen gaat. Heeft de Heer Jezus niet gezegd dat er geen musje op de aarde valt zonder uw vader? En dat de haren van je hoofd. Geteld zijn hoe die voorzienigheid van God. samenvloeit, samenloopt. met de menselijke vrijheid. Want zo heeft God ons gemaakt. Als mensen met de vrije keuzemogelijkheden. Zeker in het paradijs. Toen konden we ook nog kiezen tussen goed en kwaad. Wel of niet gehoorzamen aan God. Nu kan dat niet meer. Door de zonde zijn we verslaafd en is onze wil niet meer zo vrij dat we kunnen kiezen voor het goede. Probeer het maar eens. Het lukt ons nooit. Zelfs het geloof in de Heer Jezus. Het gaat niet buiten de menselijke keuze om en het verlangen van het hart. Maar het is genade. Het is een geschenk van God. Het is het werk van de Heilige Geest. Maar hoe zit dat dan met die menselijke vrijheid? En Gods voorzienigheid. Uiteindelijk zullen we dan moeten zeggen: Dat begrijpen we niet. God alleen weet hoe dat zit. En toch kunnen we er wel dit over zeggen, dat die twee oorzaken samengaan. God bestuurt alle dingen en maakt daarbij gebruik van instrumenten. Niet zoals een Timmerman een hamer gebruikt, want dat is een willoos instrument. Maar God maakt gebruik van mensen. En trouwens ook van engelen, met vrijheid, met verstand, gevoel en wil. om zijn plan uit te voeren. Zo spreekt de Bijbel er tenminste wel over. Zelfs als het gaat om Judas. Wee de mens, zegt Jezus. door wie de zoon des mensen verraden wordt. Maar tegelijkertijd zegt hij ook. Dat al deze dingen moeten geschieden. Dat het een onderdeel is van Gods raadsplan. Nou, het duizelt ons als we nadenken over die medewerking. We hoeven het ook niet te kunnen begrijpen. Maar we mogen wel geloven dat er niets, maar dan ook niets. zelfs niet de keuzes van mensen die tegenover ons staan. ook niet onze eigen keuzes. Ontsporen, zo ontsporen dat God niet zou regeren. Er is geen vierkante meter op de aarde waar de Heer niet regeert. En dat is maar gelukkig ook. Want op die vierkante meter zou ik niet willen staan. En zo heeft Gods voorzienigheid ook allerlei praktische consequenties. Praktisch in de zin van nuttig voor het geloofsleven. Denk aan onze gebeden. God regeert de wereld door middel van de gebeden van zijn kinderen. We mogen bidden in afhankelijkheid van God, maar ook in het vertrouwen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Niet alleen het gebed, maar ook de christelijke vrijheid is gegrond in het geloof in Gods voorzienigheid. Dat je mag weten. Dat de Heer regeert. Dat maakt je kinderlijk afhankelijk van God. Maar ook koninklijk onafhankelijk van alle omstandigheden. Want dan weet je, de Heer staat er boven. Wat er ook gebeurt. En zo is een leven met God. In vertrouwen op Zijn leiding. Het mooiste leven dat er is.